Okay. Okay, you've nothing heard yet. Ik mag 3 gedichten voordragen, dames en heren. En om mijn aanwezigheid hier enigszins te legitimeren, is het eerste gedicht van eigen hand. Het is het beste gedicht dat ik ooit geschreven heb. Het is ook het enige gedicht dat ik ooit geschreven heb. Het is getiteld De Claudius Prinsenlaan. Dat is een straat in Breda die naar mijn vader genoemd is. Ik heb dat ooit geschreven op verzoek van iemand waar ik verplichting aan had. Het is nog gepubliceerd in de Brabantpers. En wat de kwaliteit betreft kunt u het honoreren met een studententien, wat zoals u weet gelijk staat aan een 6-. Okay. De Claudius Prinsenlaan. Ik was niet bij zijn stervensuur. Mijn broer bracht mij het doodsbericht. En wat ik weet van zijn gezicht komt door een foto aan de muur. Thuis lag mijn vader opgebaard. Hoe klonk toch ook alweer zijn stem, dacht ik, terwijl mijn moeder hem meteen al heilig had verklaard. Hij stierf 56 pas als burgervader van Breda. Hij liet een vrouw en kinderen na en een stad die nog in aanbouw was. Best trots op wat hij heeft gedaan voor u, voor mij, voor allemaal. Vandaar dat bordje aan een paal waarop staat Claudius Prinsenlaan. Het tweede. Ja, jong talentje. Het tweede gedicht is van een echte dichter en is getiteld Hoe een vader zich gedragen moet op de bruiloft van zijn dochter. Prijs je gelukkig als je dochter thuis komt slapen de nacht voor zij trouwen gaat, in de kamer van haar jeugd. Bereid een goede, lichte maaltijd. Pasta met kaas en paddenstoelen, gedroogde tomaatsla, glaasje wijn erbij, goed voor de slaap. Zet het schaakbord op tafel en verlies na jaren een korte partij. Verjaag de muggen uit haar kamer. Voorkom dat er muggen zijn. En wordt ze vroeg wakker, je hoort de wc, je hoort hoe ze zachtjes praat tegen de kat van haar jeugd. Sta dan op. Zet koffie, persinesappels voor haar uit. Vergeef haar haar vroege sigaret. Zorg voor een spiegel in de keuken. Zie haar nog 1 keer in bad en was haar rug als zij erom vraagt. Open de deur voor de kapster. Schrik niet van de koffer. Maak grapjes. Foto's moet je maken van het kapsel dat groeit. Zie hoe het zich met roosjes vermengt. Stofzuig de kamer. Veeg de stoep, de bladeren, de knoppen van de struik die groeit tegen het huis. Verjaag de spin die op weg is naar de keuken. Maak foto's, telkens foto's hoe ze groeit in schoonheid. Wacht tot zij in haar bruidsjapon staat. Open de deur voor de fotograaf. Open de deur voor de bruidegom. Zie hoe ze de trap afdaalt. Kijk hoe hij naar haar kijkt. Ontvang de familie, draag je corsage heldhaftig en loop met haar over het middenpad. Vergeet nooit haar arm door jouw arm. Word deze dag niet dronken. Wiel Kusters, dichter uit Maastricht. Het laatste gedicht, dames en heren.
Het laatste gedicht is, ja, dat past bij mijn leeftijd. Het is geschreven door Jan van Nijden, een favoriete dichter van me ook wel. Maar ja, bijna alle dichters van me zijn favoriete dichters. Het is getiteld Oud Salon. Zes zware stoelen staan hier langs de muren. En de piano is van ebbenhout. Aan grijze wand landschappen met figuren in zwarte lijsten met een streepje goud. In zulke kamers is men altijd oud. De zomerdagen en de winteruren zijn even lang. Alles is sterk gebouwd en kan, of schoonbouwvallig, eeuwen duren. Ook staan hier voor de gordijnen een oude cactus en een clivia die 1 week bloeien en dan verder kwijnen. Hier heerst de vrede. De eeuwigheid bijna. In zulke kamers drinkt men oude wijnen en denkt men rustig over het leven na. Dank u wel. VPRO Poëzie draait helemaal om Nederlandse en internationale poëzie. Maak kennis met dichters en de mooiste poëzie en vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te missen.